We merken dat ontmoeting de start is van alles. De Klapstand is een initiatief in de strijd tegen eenzaamheid. En in het Tendermonds dialect zeggen we een klapje doen, een keer een babbeltje doen. En wij merken dat dat heel belangrijk is. Ik ben Jirka van Lembergen en ik werk als buurtzorgwerker voor Stad Tendermonde. En ik ben ook mee-initiatiefnemer van het concept De Klapstand. Wij doen onze klapstand eigenlijk vooral om mensen elkaar terug te leren kennen. Wij merken dat mensen elkaar niet meer kennen in hun buurt. Jonge mensen gaan tot laat werken. Oudere mensen zijn enkel overdag buiten en 's avonds gaat de deur dicht. Eigenlijk is het eigenlijk een beetje de bedoeling geweest van om die burenhulp te stimuleren. Maar burenhulp kun je maar stimuleren als mensen elkaar kennen. Dus door al die ontmoetingsfuncties in huis en in de buurt te doen, proberen we de mensen aan elkaar te leren kennen, zodanig dat ze eigenlijk spontaan initiatief nemen om voor mensen uit de buurt te zorgen. Als we echt mogen dromen, dan dromen we inderdaad van zo'n buurtcaravannetje waarmee we nog flexibeler zijn om naar al die buurten en deelgemeenten te gaan. En dan zouden we daar ook ons materiaal zo wat in kunnen stockeren en dan kunnen we gewoon aanrijden wanneer dat we er zin in hebben. Uiteraard behouden we dat concept van die grotere klapstand ook, maar dat is toch wel iets intensiever, veel geregeld aan vooraf, omdat we dan heel veel tafels tot daar moeten krijgen. En zo'n buurtcaravannetje zal toch wel perspectief bieden om ietsje spontaner en nog ietsje intuïtiever op de buurten in te trekken en daar mensen bij elkaar te brengen.